Nou, we willen de kinderen graag ervaring laten geven om kennis te maken met de club. Nou, hier bij Heracles is er natuurlijk geweldig in het stadion. Kinderen krijgen sokken, broekje, tenuutje. Ja, eigenlijk is het gewoon een geweldige ervaring voor de kinderen. Ja, 3 dagen van 9 tot 3. En dan zijn ze de hele dag lekker aan het voetballen. Alle dagen zijn in principe verschillend. Komen verschillende dingen aan bod en de kinderen leren gewoon een heleboel. Ja. Nou ja, ook om de vakantie in de tijd natuurlijk hadden we gehoopt op iets meer aanmeldingen deze soccercamps. Nou, dan zijn het iets minder geworden. We hebben in totaal hebben we nu 24 kinderen. En ja, deze keer zijn ze iets ouder. Het is wel, ja, ik denk dat het een leuke leeftijd is om kinderen wat te leren. Ja. Heb je al talentjes ontdekt? Oh, zo hier en daar loopt wel wat, denk ik. Ja, nee, komt wel goed. Ja. Ja, vind ik. Ja. Hoe komen jullie aan de trainers? Ik word aangesteld als coördinator vanuit Verhoogen. En daarna mag ik zelf mijn trainersstaf gaan regelen met wie ik graag wil samenwerken. En zo neem ik mijn trainers mee hier naar het kamp en dan gaan we training geven. Voetbal is leuk en ik ben er ook erg heel goed in. Ik ben ook heel goed en veel mensen die proberen de bal van me af te pakken, maar dat lukt niet. Want ik train heel veel met mijn vader en hier train ik ook. En ik train ook bij Tubantia. Mag ik vragen hoe oud je bent? Ik ben 9 jaar. Dat is nog heel jong. Dus je hebt nog een heel leven voor je om goed voetballer te worden. Wat is jouw wens voor de toekomst? Langer leven dan 100 jaar. Maar wil je ook in het betaalde voetbal terechtkomen? Ja. Ja? Ja. En bij welke club? Manchester United. Zo. We hebben gezien dat er ook één meisje bij was. Hoe kan dat? Ja, in principe is het gewoon vrije aanmelding. We ontvangen met echt hartelijk alle meiden die willen komen. Lekker komen, want het is gewoon hartstikke leuk voor jongens en meiden. Dus ja, jammer dat we nu één meisje hebben. En we hopen natuurlijk nog veel meer meiden te ontvangen. Manchester United in Engeland, dat is nogal een goede club zeg. En wat vind je hier van Heracles? Ook best wel goed. Ga je wel eens kijken? Nee. Nee? Nee. En wat is jouw club hier in Almelo? Wat is jouw favoriete club? Deze. Deze? Ja. Toch wel? Ja. Ik ga heel hard trainen. Echt? Puntjes erbij? Heel hard trainen. Hoort toch? Want ik wil ook heel goed worden, net zo goed worden als Cristiano Ronaldo.